Hier op de IJswoon in Zuurbroek is het koud. Temperatuur ligt ook liggen in augustus, maar er staat ook meer wind. En die wind die is inmiddels al om naar het zuiden tot zuidoosten. En dat betekent dat er aan de weeropkomst is. Vanavond en vannacht 6 of 7 graden onder nul. En de wind die is motig tot vrij krachtig. Maar dit begint de dag met de kans op mist. Misschien overtaal wel een vlokje snij. En dan gaat zon met een aantrekkende wind. Die komt uit zuidelijke richting en die wordt motig tot krachtig. Temperatuur overdag nog wel onder nul. Min 1 of min 2 graden. En op middernacht, breug, bewolkt en vaar op 5 graden vorst. Zondag, dat wordt een overgangsdag nog echt heel aan de weer. Dat betekent problemen in het verkeer, want omdat het zaagd gaat worden, geeft dat in eerste instantie snij. Dat gaat over in ijzel, want de ondergrond is bevroren. En daarna krijgen we regen, maar dat wordt bij ons pas later op de dag. Temperatuur gaat storig aan omhoog en later in de oom, dan houden we de 3 of 5 graden waarschijnlijk. En dat gaat zon met een stevige wind, die komt uit het zuiden tot zuidwesten en die wordt motig tot krachtig. Ja, en dan is het maar de vraag of de vorst in eerste instantie nog weer terug gaat komen. Want zondag is het volle maan. En het is zo, bij veranderen van maan is er ander weer op de boom.